Vandaag zijn we in het altijd zonnige Zuid-Spanje. Op bezoek bij Hacienda El Sueño. We zijn in Mijas, op maar 15 minuten afstand van vliegveld Malaga. En op 20 minuten rijden van Marbella. Marta en Maarten zijn op zoek naar een appartement in de zon. En Diana vertelt ze over de mogelijkheden. Hele goedemiddag. Welkom bij Hacienda El Sueño, ons zonnige project aan de Costa del Sol. Nou, welkom in een van de mooiste appartementen, zo niet het mooiste appartement. Alle appartementen zijn hagelnieuw. En voorzien van de grootste terrassen aan de Costa del Sol. Met uitzicht op de Middellandse Zee. Dit is een penthouse. En dit is dan het uitzicht. Prachtig, echt mooi. Heel mooi groot terras met glas. Heel ruim. Het is een Nederlandse ontwikkeling met Nederlandse medewerkers. Die je overal mee helpen. Je kunt er perfect wonen. Of zelfs je appartement zonder zorgen laten verhuren. Nou, dit is dus de master bedroom. Deze heeft badkamer en suite. Oh, leuk. Mooi. Dus dat is hartstikke fijn, lekker privé. Nou, het is groot zat hoor. Ja. Eén van jou en één van mij. Nou. Wat een luxe, hè? Ja. Slaapkamer nummer 2. Volgende. Zo. Deze heeft een mooi uitzicht over Mijas Pueblo. Oh. Ja. Kledingkast. En de kledingkast, dubbelbed. Zeker groot. Ja, mooi. Alles wat je nodig hebt. Ja. En er zijn verschillende voorzieningen. Zoals een restaurant, een cocktailbar, een verwarmd zwembad, een gym en een wellness. Hier hebben we dan slaapkamer nummer 3. Ja, ook groot. Ook met een dubbelbed. Alle kamers zijn dubbel, dus 4 slaapkamers voor 8 personen. Ja. Dus een ruim zat. Ja. Heel gaar. Zeker. Mooi hoor. Elk penthouse heeft naast het royale terras ook nog een dakterras. Vanaf hier heb je een 360 graden view over de Middellandse Zee, de achtergelegen gebergten en de rondom gelegen natuur. Het dakterras is ideaal voor bijvoorbeeld je eigen jacuzzi, een barbecue of een bar. Ik zag dat jullie naar de jacuzzi kijken. Heb je misschien zin om hem een keer uit te proberen? Heerlijk. Ja. Lijkt me echt lekker. Ja. Als dat kan. Graag. Ja. Zeker. Ja. Zeker, tuurlijk kan dat. In dit penthouse of een van de andere vakantiewoningen van Dream Home Marbella. Via de vakantiehuismakelaars kom je in contact met dit zonnige project. En ga voor meer informatie naar rtl.nl/Nederland ontdekt.